Welkom, dit is een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. Suriname is vandaag, zaterdag 29 augustus, in total lockdown. Ik hoop dat u er het beste van maakt thuis. Ik zei het eerder al, het aantal coronadoden in de wereld is de 800.000 gepasseerd. Helaas zijn ook in ons land families dit lot niet bespaard gebleven. De teller wordt dagelijks bijgesteld en elke keer als we dit horen of lezen, leven we in stilte mee met de families die rouwen om een dierbare. In dit COVID-19-journaal nemen wij u als kijker en luisteraar mee in de belevingswereld van de familie van een patiënt die aan de gevolgen van het coronavirus is overleden. Goedendag mensen, mijn naam is Gita Premi Boudou. Ik heb onlangs mijn man verloren aan COVID. Mensen nemen COVID als een grap, waaronder hij ook hoor. Hij was heel nonchalant erover. Maar hij zei wel altijd tegen ons hier thuis van hou afstand en wees voorzichtig. Hij was nonchalant in de zin van hij maakte er grappen over. Als hij ergens kwam en mensen moesten zijn handen reinigen, zei hij van, ik heb het niet hoor. Jammer dat het zo is afgelopen. En jammer dat hij juist degene is die van onze familie. Ik had nooit gedacht dat het in onze familie zou voorkomen. Ten slotte moesten we hem cremeren. Ik heb hem zien lijden vanaf dag 1. En het is niet mooi, ik begin jullie te zeggen, neem het niet als een grap. Mijn man was een hele vrolijke man. Hij hield niet van ruzie en hij was heel gezond. Gezond in de zin van, hij had geen enkele onderliggende aandoening. Hij was sportief en hij hield van lol. Koken was zijn ding, vandaar dat hij ook een kok was bij de multinational Newmont. Kort voordat hij naar het werk ging, heb ik een kleinkind verloren. En om die reden heeft hij eigenlijk, sorry als ik een beetje emotioneel word. Om die reden heeft hij eigenlijk zijn dag van vertrek uitgesteld en verlof aangevraagd. Hij zou op de woensdag moeten vertrekken, maar hij is dan maandag 20 juli vertrokken. 20 juli is hij naar binnen gegaan, hij had nachtdienst. En 22 juli, wanneer we video callden, zei hij tegen me, hij voelt zich niet zo lekker. Hij heeft last van hoest en een droge keel. Ik heb hem toen meteen gezegd van geef het aan en aan de medici vandaar en kijk wat ze ermee doen. Hij zei ja, een paar van onze collega's hier zijn al naar de stad gestuurd om te testen, maar van mij vinden ze nog niet zo erg. Okay? 24 juli, het was vrijdag, kon hij bijna niet meer uit zijn woorden komen wanneer hij met me video callde in de ochtend. Hij begon met me te appen. Ik zeg, oké, heb je al medicijnen? Ja, zei hij, ik heb cetirizine gehad en een hoestdrank. Zaterdag 25 juli, nadat we een gesprek hebben gehad, zoals elke ochtend na zijn nachtdienst, is hij rond 1 uur in de middag, heeft hij me weer een videocall gegeven op IMO. En hij zei van, Dushi, ik moet in bedrijfsquarantaine hier zelf. Ze hebben me uit mijn kamer gehaald en ik ga nu naar een guesthouse. Hij was ook niet echt aanspraakbaar meer, want hij bleef constant hoesten. Hij is verplaatst vanuit zijn kamer naar een guesthouse daar op het complex in Newmont. Dat was zaterdag. Zondag rond 10 uur appte ik hem. En hij zei, nee, ik ben nog niet geholpen en ik ben ook nog niet weg. We waren nog bezig te appen of hij zei van er wordt op de deur geklopt, ik ga nu weg. Wacht me op bij de brug, want ik wil je zien. Toen hij uiteindelijk in de stad aankwam, hij belde rond 6 uur 's avonds, bijna over 6. Zei hij hoeft niet meer bij de brug te wachten. Rijd door naar Charlesburg, want Q-Mall is vol. En ik krijg een andere plek om opgevangen te worden. Ik reed er naartoe.
En op afstand heb ik hem eruit zien komen, hoestend en al. Ik mocht niet verder, want er was een security. Het leek alsof ik haar verhaal verteld, maar nee, dat is het niet. Ik heb even een beetje alles op papier gezet vanaf dag 1 hoe het eraan toe is gegaan. Hij heeft toen op een gegeven moment weer gebeld. Hij zei van hij kan echt niet meer, die medicijnen helpen niet wat hij meegekregen heeft. Of ik niet zelf naar BOG kan bellen. Ik heb toen een arts gebeld waarmee ik goed bevriend ben. Ze zei ja, ik heb wel een nummer van een BOG-arts, laat me even voor hem bellen. Zo gezegd, zo gedaan, op dat moment rond 6 uur is hij dan getest die dag, het was al woensdag. Hij is getest en, dinsdag was het. En woensdag om 9 uur 's avonds weer met behulp van diezelfde arts hebben we zijn resultaat gekregen, het was positief. Hij is donderdag rond 11 uur opgehaald. Donderdag was nog een observatiedag in het ziekenhuis. Vrijdag, toen hij me weer op IMO belde, zag ik uiteindelijk een dun slangetje vanuit zijn mond, vanuit zijn neus. En hij zei, Dushi, het gaat veel beter, ik heb zuurstof. Vanaf dag 1 had ik geen contact nog met artsen, alleen met hem. Hij vertelde me alles wat er gebeurde. Ik wist ook niet dat ik mocht bellen om het nummer te vragen van een behandelende arts. Ik wist niet hoe het eraan toe ging. De 4e dag kreeg hij een paniekaanval en hij begon te schreeuwen op bed. Bel je vriendin weer, want ik ga dood, niemand is er om me te helpen. En ik voel pijnen. Ik heb de artsen gebeld, maar ze zijn helemaal aan de andere kant, want aan het bed is er een schelf waar hij mag bellen. Oké, ik heb mijn vriendin weer gebeld en ook me meteen de arts in Nieuwmond en zij heeft me meteen gerustgesteld van de artsen zijn in zaaloverleg, ze komen meteen naar hem toe. Ik heb me berust erin en uiteindelijk belde hij zelf terug, maar hij had niet meer zo'n slang, zo'n dunne slang. Hij had van een hele grote masker met een, ja, dus ander soort zuurstofmasker aan zijn gezicht. En hij zei tegen me, heel moeilijk kon hij praten, ik kon hem moeilijk verstaan, hij zei tegen me, maak je niet druk, Dushi, het gaat nu beter, ik heb die zuurstof, hij heeft nu een betere. 4 dagen is hij aan die gebleven. Het ging goed. Hij zei ook nog van, het is de hele dag vandaag goed gegaan. Maar is net iets misgegaan, dus ik lig weer eraan, anders kon ik eigenlijk eruit. Hij is eraan gebleven. Dat was de laatste dat ik met hem heb geappt, want de volgende dag was een vrijdag. En op de maandag, woensdag en vrijdag maken ze foto's. En op de vrijdagochtend hebben ze een foto gemaakt en bleek dat zijn longen voor 93% al waren aangetast. Eigenlijk moest hij al dood zijn, maar hij leefde, hij vocht voor zijn leven. Hij wilde thuiskomen. En de arts zei meteen, het was een Cubaanse arts, hij zei meteen, dit is niet goed. We moeten hem nu voor 48 uur in slaap houden, zodat zijn longen het een beetje kunnen overleven. En zodat hij het kan laten helen. Ik verstond het verkeerd. Ja, op dat moment verstond ik dat hij ingeslapen zou worden. Dus dat hij doodgemaakt zou worden. Ik zei, nee, dat gaan jullie niet doen, ik wil niet. Maar gelukkig stonden mijn kinderen bij me en ze hebben gezegd, maar rustig, dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft het weer uitgelegd. En inderdaad hebben ze hem toen, voor die vrijdagmiddag, heb ik wel op videocall met hem, of ik heb naar hem kunnen kijken, via het nummer van intensive care van Wanika ziekenhuis. Hij lag op zijn buik, met een tube in zijn mond. En de slangetjes aan zijn lichaam, overal slangetjes. Het was heel pijnlijk om hem zo te zien. Maar ik zei en ik bad, als het maar genezing kan brengen. Zaterdag ging het heel, heel erg slecht. Hij had, zoals de artsen het noemen, terminale bloedingen. Er kwam bloed uit zijn neus, uit zijn mond en uit zijn navel. De arts die me toesprak zei van, hij kan het vandaag nog halen, maar overlevingskans is heel, heel klein. Natuurlijk paniek. Ik heb de hele nacht gehuild. Zoals al die andere dagen ben ik blijven huilen en bidden. En op een gegeven moment, zondag, belde de Cubaanse arts mezelf terug. En hij zei van, maakt u zich niet druk. Het gaat een beetje beter. We hebben hem 2 kolven bloed toegediend. En het gaat beter. Blijft u bidden. Ik zei, ja, dat doe ik ook. Ik blijf bidden. Ik kon hem niet zien, want ze waren bezig hem te verschonen.
Maar op afstand zag ik dat zijn hoofd een beetje aan het bewegen was, dus het ging goed. Ze zeiden me ook elke keer, u kunt gewoon tot hem praten, want hij slaapt gewoon. Hij is bij bewustzijn, wij hebben hem zelf tot slapen gezet, dus je mag praten. En de telefoon werd elke keer aan zijn oren gehouden, zodat ik hem moed in kon spreken. Maandag werd ik weer gebeld, of ik belde, maar er werd niet opgenomen. En toen er uiteindelijk werd opgenomen, zag ik mijn man liggen op bed. Hij was aan het ontwaken. Het ging heel goed. Heel goed in de zin van, al die dagen paniek, die dag zag ik hem ontwaken. En ook de arts zei, het gaat de betere kant. Mensen, ik wil u nogmaals zeggen, ik zeg niet dat jullie je geloof moeten opgeven. Maar corona, die strijd, is vreselijk. Want ik heb op een gegeven moment gezien, alles ging goed. Tot woensdag ging alles goed. Hij zat op bed, voetjes schudden was het. Hij was met zijn handen aan het bewegen. Hij legde uit, we konden hem wel niet verstaan, want die tube was nog in zijn mond, in zijn longen. En uiteindelijk hoor ik donderdag, uw man is niet meer bij bewustzijn. Het gaat heel slecht, hij kan doodgaan. En toen heb ik meteen gezegd, het is vreselijk, dit kan niet. Wat is er gebeurd, wat weet ik niet. Ik kan het niet op zijn plaats brengen. Intensive care heeft me ook gezegd, vergeet u niet, het is nog steeds intensive care. Het kan op deze moment goed gaan en een ander moment kun je gewoon zeggen, hij is er niet meer. Ik zei, dat ga ik wel niet geloven, want ik heb hem zien zitten. Maar ja, de foto's, ik zou van de dokter de volgende dag moeten horen dat alles goed ging, want hij kon al een groot deel op zichzelf ademen. De morfine die hij heeft gehad om onder narcose te blijven, had hem vreselijk verward. En zoals de artsen me hebben gezegd op de vrijdagochtend toen ik naar daar moest gaan om afscheid te nemen, hij was er niet meer toen ik aankwam, was hij al dood. Ik kon hem niet zien, ik heb hem niet eens een laatste woord kunnen zeggen. Geen goed afscheid kunnen nemen, hij heeft niet tot me kunnen praten. Toen ik aankwam was hij er niet meer. Het was te laat. Die morfine had hij om die 48 uren toen hij in slaap gehouden werd. Hij moest slapen omdat zijn longen zoveel waren aangetast en hij zelf kon niet in slaap vallen omdat hij te druk was in zijn hoofd. En ondanks hij daar was, wat ik hoorde, hij sliep niet. Hij bleef maar wakker, hij bleef naar en wat anderen me vertelden, ja, hij schreef alleen maar hoe hij alleen maar geluiden hoort en cijfers en getallen ziet, het hindert hem. Dus vandaar dat ze hem eigenlijk tot slapen hebben gebracht, die longen konden rusten om te helen. Het was ook geweest, zo was het ook, het heeft geholpen. Voor 75% was het weer goed, wat ik gehoord heb van een arts die me gebeld had. Dus ja, ik heb de foto's, ik had beloofd aan mezelf dat ik het eigenlijk aan niemand zou laten zien. Maar om jullie Surinamers, om jullie bewust te maken, want ik zie zoveel nog verkeerd en fout gaan. Ik rij, ik zie mensen lachen. Houden jullie je lach alsjeblieft. Laat het niemand overkomen, laat het niemand van je familie overkomen. Jullie staan voor de winkels, jullie hebben pret. Geen probleem. Hou je afstand, maar hou je pret ook thuis. Kan ook. Blijf thuis. Ik heb mijn man verloren, ik alleen weet nu wat ik voel. Ik heb hem gezond en wel naar het werk gestuurd en ik heb hem in een kist teruggekregen. Het zwaarste moment voor mij was toen ik zag hoe hij werd gecremeerd. Het was heel zwaar, dat had ik niet verwacht. We zijn maar 5 jaar bij elkaar geweest, maar hij heeft me 5 fantastische jaren gegeven. 5 fantastische jaren, we hadden onze ups en downs. En dan ieder die ons kent, die weet ook, overal waar hij was, was ik er. Overal waar ik was, was hij er. Hij nam me zelfs mee naar mijn werk en hij had geen zin om terug te gaan naar huis. Hij wilde gewoon wachten tot ik van mijn werk klaar was, wanneer hij dat weekje in de stad was. Maar ja, het mocht niet baten, want hij moest toch thuis komen. Hou jullie alsjeblieft rekening, mensen. Corona maakt geen grappen. Corona kent geen geld. Corona kent geen familienaam. Waar die besmetting heeft plaatsgevonden, weet ik niet. Hoe weet ik ook niet. Ik was niet daar. Zijn laatste momenten was ik ook niet daar. Er zijn mensen die weten van als je wordt opgebeld door een ziekenhuis en je gaat, mag je afscheid nemen, kan je nog iemands handje vasthouden. Je kan nog iets zeggen, ik heb dat niet kunnen doen. Jullie willen dat ook niet, het is zwaar. Zijn kinderen, eentje is heel emotioneel vanaf dag 1, die andere is wat sterker. Maar
Het is gewoon, de verwerking zal heel lang duren. Dit wil ik niemand toewensen. Er zijn artsen daar, er zijn verplegend personeel. Jullie doen je best. Van hieruit zeg ik jullie echt een applaus voor jullie. Maar mensen, u ziet hoe snel het gaat. Het is sneller dan HIV, kan je zeggen. Maar dit was onverwachts, echt. Ik had gedacht mijn man terug te krijgen. Ik heb gebeden en ik heb gebeden, maar het is niet gelukt. Wat kunnen we hieruit leren? We leren dat tijden definitief niet meer hetzelfde zijn als voorheen. Het kan elk moment voor onze deur staan. Dat we familie, vrienden of collega's kunnen verliezen door de gevolgen van een COVID-19 besmetting. We moeten ons aanpassen. We moeten scherp blijven met de COVID-19 regels en zo onszelf, onze omgeving en uiteindelijk het hele land van verder leed besparen. Laten we de liefde en genegenheid die de COVID-19 slachtoffers in ons leven hebben gedeeld koesteren en laten voortleven. Aan alle nabestaanden van de COVID-19 overledenen wensen wij heel veel kracht toe. De politie zal gedurende deze totale lockdown tij en tij handhavingsmaatregelen toepassen. Wat dus betekent, zoals u in de media gehoord heeft, dat bruggen afgesloten zullen worden. Er zullen verschillende vormen van surveillance worden ingezet. Om kort te zijn, we zullen die handhaving ter hand nemen. Ik wil de bevolking herinneren aan de vele oproepen die er gegeven zijn eigenlijk vanaf we te maken hebben gehad met het COVID-19 virus. Reminder, hou je aan de regels. Blijf thuis als je thuis moet blijven. Als je niets op straat te zoeken hebt, blijf thuis. Hou het gezellig thuis. En op die manier voorkomen we dan dat wij als mensen, wij als bevolking, het COVID-19 virus verder verspreiden. Suriname is vandaag in total lockdown tot zondagochtend 5 uur. Wees alstublieft gehoorzaam en let goed op uzelf.